Naamgevers voor sponsoring en de deelnemers gaan zich opstellen. 8 de auto, 10 in totaal. Paarden gaan aansluiten, 200 meter voor het startpunt. 150 meter. 100 meter nog. 50 meter. 30 meter. En de start is gevallen. Jekaterin Boer wil er niets van weten. Maakt een slalom en volgt ver achter het veld. En de deelnemers gaan de eerste bocht in. En dat doen we met aan de kop Jim Veldman met Kelly Beukenswijker. Galoppade daar voor Kelly Stardust. En ook uitgeschakeld nummer 3 en nummer 8. Nummer 3 en nummer 8. En de nummers 3 en 8 die worden door het comité uit de koers genomen. De deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En daar is de leiding nog altijd voor Kelly Beukenswijk. Kelly Beukenswijk leidt met een lengtevoorsprong. Lisa Alki op de tweede plaats. En daarachter volgt dan Kira Blue aan de buitenzijde van Havana Norg. Wat verder weg hebben we dan Keep the Change, gevolgd door Lovely Arctic. En aan de start van het veld SJ's Baggiato. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Zo dadelijk krijgen we dan de aanval op de koppositie. Maar Kelly Beukenswijk leidt nog altijd. Maar aan de buitenzijde wil Kira Blue positie verbeteren. En schuift nu naar voren. Als we de volgende ronde ingaan, ligt nog altijd wel tweede. In derde positie volgt aan de binnenkant dan Lisa Alki. En schuin daarnaast hebben we Keep the Change. Aan de binnenzijde van deze paarden volgt dan Havana Norg. En verder weg in het veld Lovely Arctic, SJ's Baggiato. En aan de start van het veld, ja, die Jekaterinenboer. Als de deelnemers dan halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. Jekaterin Boer heeft dus de aansluiting weten te bewerkstelligen. En dat wil dus zeggen dat het tempo niet al te hoog ligt. Ja, wat je ook niet mag verwachten op deze baan met deze regenachtige omstandigheden. Intussen zijn de paarden halverwege de Boko-bocht. En leidt Kelly Beukenswijk en aan de buitenzijde dan Kira Blue. Die schuift nog wat dichter naar voren. Daarachter volgt Keep the Change. Die maakt ook positie goed. En opereert aan de buitenzijde van Lisa Alki. En dat zijn de best geplaatsten op dit ogenblik. Als we weer in de rechte lijn voor de tribune komen en bij het passeren van de finish nog één volle ronde te gaan hebben. Aan de kop nog altijd Kelly Beukenswijk. Kelly Beukenswijk op de tweede plaats, Kira Blue. In het derde spoor is het dan Keep the Change. Aan de voordelige binnenzijde ligt Lisa Alki. En die worden dan gevolgd door Havana Norg als we nu de Greenheart Production bocht uitdraaien. Aan de buitenzijde Lovely Arctic, dan volgt SJ's Baggiato en Jekaterinenboer. Paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Kelly Beukenswijk lijkt nog altijd. Maar er komt een aanval aan de buitenzijde. En die komt van Lovely Arctic. Lovely Arctic die gaat proberen de leider... Uitgeschakeld nummer 7, nummer 7. De 7 wordt uitgeschakeld. De paarden komen halverwege de laatste bocht. En het is aan de binnenkant nog altijd Kelly Beukenswijk. Maar aan de buitenzijde wil Lovely Arctic van geen wijken weten. En die zal misschien nog een doorstoot geven in de laatste rechte lijn. Ze nemen afstand van Lisa Alki en Keep the Change. En zo zijn we dan in de finale fase. Aan de binnenkant nog altijd Kelly Beukenswijk. Lovely Arctic aan de buitenzijde. Probeert het hard, maar haalt het niet. Kelly Beukenswijk, Jim Veldman. Op de tweede plaats is het Lovely Arctic. En op de derde plaats volgt dan SJ's Baggiato. Wat verder weg volgt Lisa Alki.